Van de eerste keer heb ik zout leren kennen en dat is direct geluk van de eerste keer. Ja, dat contact was te direct, vond ik. Ik moest dat niet zoeken achter contact. Ik moest ook mijn woorden niet zoeken om met haar te praten. Dat ging volledig vlot en dat was precies of wij elkaar al maanden kenden. Het geeft je enorm mooie voldoening om je ervaring te kunnen delen met mensen zoals Mitali. En weten dat zij hiermee ook haar toekomst verder kan uitbouwen. Ik woon hier een beetje alleen. En voor mij is het belangrijk dat ik vrienden heb. En dan ook voor Nederland spreken, voor mij is het ook zeer belangrijk. Jan introduceert mij met interessante mensen. Zij praten met mij in het Engels. Ik hoop snel ik kan praten met goed Nederlands. Het is belangrijk voor mij. Het is gemakkelijk voor dit helpen mij. Ik kan het goed. We gaan af en toe een stad bezoeken. We combineren het eigenlijk met een museumbezoek. En dan doen we wat sightseeing. We lopen door de stad heen. We doen dan een terrasje of we gaan samen lunchen. Samen hebben we eerst een actieplan opgemaakt. Elke week hebben we dan een stukje van dat actieplan uitgewerkt. Een cv opstellen, een quick presentatie gedaan, naar sollicitatiebureaus en kantoren geweest. En zo verder. Op zaterdagmorgen gaan wij lopen. En tijdens het lopen dan praten wij. Zo leert hij wat Nederlands bij. In het begin was het vooral woordjes. Omdat het Nederlands dan nog niet zo goed was. Dan gingen we het over een boom. Dan werden vele bomen een bos. Er werd een kleine koe, werd een kalf. Maar nu intussen zijn we al zo ver gevorderd dat hij ook naar het nieuws kijkt en dan praten wij over de toestand in Tigray, die juist naast Ethiopië ligt, waar dat ook familie van hem aanwezig is. Over de voetbal, over de school, over het werk. Dus een beetje over alles praten. Ik ben nog geen werk, maar ik ben op sollicitatiegesprek mogen gaan. Ik was al eerste geselecteerd. Wij voelen dat Olga en Freddy zijn in ons familie geworden. Als we iets nodig hebben, we bellen. Als je daar niet mee bezig bent met de integratie, dan loop je met een volkomen ander beeld over integratie in je hoofd. Ik vind het dan ook spijtig dat veel mensen maar eenzijdig zaken horen over integratie en daardoor ja, die mensen heel anders bekijken. Mocht ik zelf in de situatie zijn om economische redenen of oorlogsredenen of weet ik wat, mijn land moeten verlaten en ik moet naar een ander land, dan zou ik daar ook graag opgevangen worden door een buddy die mij wegwijs kan maken in dat land. Zelf leer je ook enorm veel bij en krijg je een hele groep vrienden bij je.